Hallo en welkom bij deze video. In deze video wil ik een beetje ingaan op het onderwerp optellen. Waarvoor kan ik het optellen gebruiken en hoe kan ik het toepassen? Ik gebruik het optellen heel vaak wanneer ik complexere geometrieën wil creëren, waaruit ik mogelijk later delen van plaat op oppervlak wil genereren. Heel vaak is het ook zo dat je met optellen vaak complexere balkonplaten creëert. Ik wil in dit geval beginnen. Ik heb hier een kubus, die wil ik hier een beetje langer maken en ook een beetje breder. En ik wil in dit geval deze kubus dan ook nogmaals verder kopiëren zoals. Dat betekent dat ik hier een vlak wil definiëren door te bewegen, in dit geval dit oppervlak. En ik wil in dit geval deze kubus, oftewel deze rechthoek hierheen kopiëren. Zoals ik ook in eerdere video's heb laten zien, kan ik hier natuurlijk mijn oppervlakken en afmetingen heel eenvoudig wijzigen. Ik wil dit hier met 350 veranderen en ik wil hier opnieuw met de shift-toets een helling in deze delen krijgen. Ik ga hier gewoon 100 mm naar beneden. En hetzelfde ook hier. En nu is het zo dat deze delen hier in principe dubbel voorkomen. En voor mij is het belangrijk, omdat ik hier eventueel een plaat op wil leggen, dat ik hier deze rand ook zie. Daarvoor moet ik een deel selecteren en kan daarna het optellen starten. Ik start gewoon het commando en HiCAD vraagt me welk onderdeel moet worden opgeteld. In dit geval klik ik op het tweede onderdeel. En nu krijg ik de melding of het tweede onderdeel behouden moet blijven, ja of nee. Ik zeg hier in dit geval nee en het wordt hier aan dit onderdeel toegevoegd. Dat betekent dat ik hier in principe een vast onderdeel heb gecreëerd. Dat ook hier als een eigen functie in de functieboom zichtbaar is. En nu zou ik in principe verder kunnen werken en hier op het oppervlak bijvoorbeeld een plaat creëren die een zolderplaat als voorbeeld zou kunnen zijn. Wat ik hier ook gewoon wil laten zien ter demonstratie. Zo eenvoudig kan het zijn dat ik hier op complexere oppervlakken platen kan creëren en deze ook verder kan gebruiken.